Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag heb ik weer een theestestje voor jullie. Waarom weer een theestestje? Het was weer eventjes geleden. Vanaf de Focus Drink Review zijn er eigenlijk geen T6 meer aangekomen. Dus vanaf nu vandaag, een T6 voor jullie. En ik heb voor jullie naar de Albert Heijn gegaan en ik heb voor jullie Old Jamaica Ginger Beer Original Natural Flavored Carbonated Beverage meegenomen. Dat was een hele mond vol. That's what she said. En ja, dat is eigenlijk een soda, een frisdrankje met ja, smaak van gember. Ginger beer, gember, bier, allee ja. We doen het open. Het riekt naar gember. Oh, lekker, lekker, lekker. Het riekt echt heel lekker naar gember. Ja, hier ben ik weer. Ik moest weer niet hebben, dus ja. Dat is dus... Het riekt heel lekker, de gember. Het riekt echt naar gember, dus ja. Eerst een slokje nemen. Verrassend lekker. Ja, lekker. Echt een goede smaak naar gember. Ik denk dat ik dat vroeger al eens geprobeerd heb, maar nooit echt volledig van overtuigd geweest, maar nu wel. Welk cijfer zou ik het geven? Ik zou het toch wel een 9,1 op 10 geven. Aangezien ik dat drankje al wat iets ken van vroeger, maar eigenlijk nooit echt. Allee, niet meer gedronken sinds een jaar of 5, 6. En eigenlijk ook niet meer de smaak gewoon gebleven. Nu heb ik het voor mij gezet en is de smaak wel lekker. Het is echt een nostalgische smaak zoals ik vroeger had. En ja, die smaak is altijd hetzelfde gebleven. Ook al is die smaak toch iets veranderd. Die smaak is toch altijd hetzelfde gebleven. Ik ging dat vroeger altijd halen in de Carrefour in Tiene. En ja, dat was toch wel een andere smaak vroeger. Ik ga nog eens een slokje nemen. Die smaak is toch altijd anders. En nu is de smaak veel beter. Tegenover vroeger is de smaak heel verbeterd. Dus daarom geef ik een 9,1 op 10. Vonden jullie deze taste test weer eens leuk? Abonneer dan hier beneden. Hier. Rechtsonder, dacht ik. Ja, hier. Hieronder is het abonneerbalkje. Of hier. Ik denk hier. Dus dat is, ja, dat is hier. Abonneer daar zeker. En maak het balkje grijs, dacht ik. En druk dat belletje ook aan. Zo blijf je op de hoogte van welke video's ik upload. Vind je deze video tof? Hieronder is een like knop. Druk eventjes in. En dan zie ik jullie guys in de volgende video maar weer. En dan zeg ik, zoals ik altijd zeg, joejoe!